Okay. Ja mensen, we zijn we hebben net een nummer gedraaid van Biko, van Peter Gabriel Biko. En dat is een nummer van zijn derde self-titled solo album. Toen ging hij ineens over. En ja, ik vind hem een van de grote namen die ervoor kunnen zorgen van dat er in ieder geval gevoel komt in de muziek. En natuurlijk gaan we dadelijk nog een nummer van hem draaien. We gaan daar nog een nummer van hem draaien. En dat is Don't Give Up, want natuurlijk ja, is er iemand weg en ben je verlaten, dan moet je het leven nu opgeven, maar leven alsof het de dag van de laatste dag is. Ja, sowieso, wat je vaak hebt bij, Surinaamse, bij de Surinaamse cultuur, is van de bezoeken. Van de overledenen. Thuis bij mij bijvoorbeeld, mijn broer is pas overleden. En dan rook ik zeg maar de geur van kamfer. En de geur van ja, amandelen. En de geur van, wat was het, rozen rook ik. En hoe noem je dat nou joh? Pompeii. Ik weet niet of je die kent. Het is een soort van parfum. Die hij wel eens gebruikte. En dan komt er een vlaag net langs je neus en dan denk ik van, hey, hebben jullie dat nou ook? Ja, maar het gaat vooraan. Het begint met één bepaald soort geur die je ruikt. Ja. En dan ga je terug en dan denk je van, hey, die geur die heb ik laatst geroken, 50 jaar, of 40, 30 jaar geleden. En dan ga je sommige dingen ga je suggestief erop zetten, weet je wel. Andere dingen die je ook, waar het naar ruikt, hoe je het ziet. Ja, ja. Je denkt, hé, dit heb ik toch al een keer meer meegemaakt. Ja, geur is herkenning. Maar juist, en ja. Bij sommige geuren ja, is de drang of het gevoel, je wilt het ruiken. Omdat je al een klein stukje van de geur hebt in je neus hebt mogen zitten proeven. Maar dan ga je nog dat gevoel ga je hoe zeg je dat? Omzetten. Ja, omzetten. Ja. En in andere dingen die erbij horen, weet je. Maar mijn vraag is dan van waarom juist die persoon dan? Want het zijn bekende geuren die je dan vaak ruikt. Maar toch komt de associatie van die geur en een bepaalde persoon. Heb jij dat nou ook? Ja, zijn mijn kraan open? Ja. Zat ik er open? Leer nou maar. Nou, ik ben nou niet zo. Ik was zaterdag bij ons huis en ik hoorde een of andere toon in mijn oor. Wij zijn zaterdag thuis, we hadden zo'n suikerspinachtige lucht, rook ik. Ik ben in de studio tot 9 uur toe, rijk ik dezelfde lucht van Johan. Maar waarvoor maak je die associatie dat het de lucht van Johan is? Nou, omdat Johan ook een bepaalde lucht ging. Juist. Ja. En dat was die... En ik ken Johan al tussen de 15 en 18 jaar, dus... En Johan is ook cameraman geworden, indirect door mij, want hij is door mij begonnen met filmen. Dus, okay. Dus we hebben gewoon misschien ook een hele goede band gehad. Oké. Okay. Ja. We hadden een hele ploeg hadden we hem. Riemen was erbij, Rinaldo was erbij, Johan was erbij, ik was erbij. En nog een x-aantal mensen. Dus, ja. Dus het is een groot gemis. Inderdaad. Het is een groot gemis. Ja, nou, ja, om de gemis te onderstrepen, ja, dan heb ik de nummer van Kate Bush, ook van Peter Gabriel. Die vond ik toepassend bij deze. Don't give up. Ja, don't give up. En 6,5 minuut lang heeft Peter Gabriel Kate Bush in zijn armen. Ik wou dat ik zijn plaats in kon nemen, want Kate Bush was toen de tijd, toen in mijn tijd, was zij de mooiste vrouw. Op MTV. Maar of eigenlijk de box. Je hebt nog een heel mooi nummer van Nick Cave met Kylie Minogue. The Nick Rose. Kylie Minogue. Oké. Okay. The Rose. Echt, nou, die gaan we dan dadelijk van genieten. Zuiver.